Ik ben eigenlijk ook heel slecht in unboxing video's, omdat ik het heel moeilijk vind om dan mijn eigen mening, ik ben heel kritisch. Dus ik ben altijd een beetje bang voor dit soort video's. Oh shit. Maar goed. Oh, wacht, dit is alleen maar de binnenhoes. Huh? Hebben ze alles apart gedaan? Oh, dus ik moet alles zelf in elkaar gaan zetten. Nu snap ik ook waarom het zoveel dozen zijn. Oh man. Oké. Maar goed, dit ziet er al heel mooi uit. Kijk Thomas, jouw foto. Oké, dit blijkt dan dus wel gewoon helemaal... Oh, het is bizar joh, om het zo groot in je hand te hebben. Oké, dat is wel een geruststelling. Oké, ta-ta-ta. Kijk nou. Oh, stroom. Wauw. Nou kijk, hij zit er gewoon heel netjes in. Ja, en nu dus, ja, hier ben ik dus echt heel benieuwd naar. Dus het is gekleurd vinyl. Kijk nou. Awesome. Ja, dit is wel echt heel vet. En het is dus een beetje hetzelfde patroon als de lemen muur waar ik dus voor zit op het album. Dat vind ik zo te gek dat het echt een beetje overeenkomt. Alsof die lemen muur er een beetje in verwerkt zit, zeg maar. Dat is echt heel gaaf. Ik vind hem heel mooi. En er zitten dus blijkbaar... Elke vinylplaat wordt natuurlijk losgedrukt. En er kunnen dus een beetje spikkeltjes en dingetjes in zitten. Dat maakt ze ook echt uniek. Mooi met die veertjes van Mirjam. Ja, ik ben er echt super blij mee. Heel blij mee. Wat een opluchting. Eindelijk. Eindelijk in mijn handen. Oh. Een maand voor de release. Gewoon, hè. Oh. Yay. Van die woon. Ik weet niet hoe we verder moest met ons. Op mezelf is dat het mijn schuld is. Ja, Om Tuin is de titel van het album en ook een beetje de rode draad van het album. Het album begint ook met de zin Drieste om te rijden, wat is er van die woon? Overmoedige avonturier, wat is er van je geworden? En het is eigenlijk een vraag aan mezelf. Ga je het leven nog steeds aan als een avontuur? Of steek je soms misschien wel je kop in het zand? En ik vond dat een hele mooie, interessante vraag eigenlijk wel. Want ik merkte ook dat veel liedjes eigenlijk wel een beetje onder dat thema pasten. Van hoe ga je met dingen om? Hoe sta je in het leven? Ik denk nooit dat ik Het is toch wel een album waarin ik toch wel wat dingen ben aangegaan. En ja, het leven is een beetje pieken en dalen. En dat is vooral eigenlijk in die dalen dat je jezelf tegenkomt. En dat vind ik ook wel mooi aan het schrijven van liedjes of maken van muziek. Is dat vaak als een liedje af is en je kijkt erop terug of je luistert er weer naar. Je denkt, oh jeetje, ik was toen eigenlijk al bezig met waar ik op dat moment tegenaan liep. En, ja, ik vind dat wel heel bijzonder dat muziek, dat schrijven zo helend kan werken. Dat blijkbaar je onderbewuste toch al veel meer schaduwwerk doet of toch af en toe wel wat seintjes geeft. Voor mij dan via muziek of via dromen van hey, volgens mij moet je hier iets mee, Marlene. En ja, wat dat dan is, dat is voor iedereen natuurlijk heel persoonlijk. Maar ik vind het wel een geruststellend idee dat we toch allemaal wel volgens mij met elkaar verbonden zijn. En met de natuur en tegen dezelfde dingen aanlopen. En pas als je die dalen durft aan te gaan, kan je jezelf
ontwikkelen. Ik vind dat ook een heel mooi woord, ontwikkelen. Het is een soort steeds meer wikkels loslaten en steeds meer tot de kern komen van wie je bent. Ja, ik denk als je gewoon je eigen dalen aangaat en daar probeert sterker uit te komen, dan kan je volgens mij zachter naar jezelf gaan kijken, maar ook naar andere mensen. En dan kan volgens mij de wereld alleen maar beter van worden als je dat doet. Dus dat is waar Omtuun voor mij over gaat. Triest om te raaien, wat is er van die woord? Misschien is dit te horror. Yeah.